Ik had aan het begin van 2022 nooit gedacht dat dit allemaal zou gebeuren. Nog een chance misschien, vertelt Margriet Hermans deze week in Dag Allemaal. Maar ik heb niet stilgezeten en het is zalig als je inspanningen worden beloond, aldus de zanger. Toch is Margriet niet van plan om eeuwig door te gaan. Als het moeten wordt, doe ik het niet meer. Want dan is het niet meer plezant, vertelt de zangeres. Nog een jaar of twee, drie en dan zien we wat er volgt. Ik denk wel dat ik het tempo laat zakken, bekent de zangeres. Al heeft ze eerst wel nog grote plannen met haar dochter Celine. Ik wil in 2024 een theatershow doen met Celine. Onze moeder-dochterband zal daar sterk in naar voren komen, aldus Margriet. Die show ziet ze ook als het perfecte moment om de fakkel door te geven aan haar dochter. Celine is er klaar voor, klinkt het vastberaden bij de zangeres. We'll be right back.